Ja, we kwamen er niet meer uit. Er waren schulden, er waren problemen. Ja, de schulden liepen op, zoals heel veel mensen in Nederland er niet meer uitkwamen. We staan bij het leger des Heils. Wat gaan we hier doen, Tjabo? We gaan vandaag een kerst goed brengen. En we gaan eventjes de oude ruimte laten zien. Waar Tjabo met de kerst 2 jaar lang geslapen heeft. Je hebt hier 2 jaar lang geslapen bij het leger des Heils? Ja. Goedemiddag, dit was mijn begeleidster. Ja. Ja, niet gezien, hè? Hoi, jij? Hallo, hoi. 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 Ja. Goedemiddag, ja. Hoe komen we daaraan? Ja, even de kamer bekijken vandaag. Oké, nou, laat maar zien. Ja, dan gaan we eens ruimte bekijken. Yes. Kijk, dat is wel een kerstvier. 2022 was voor de Witte Tjabo het jaar waarin hij bij het grotere publiek bekend werd als volkszanger. De mensen, bijna 2 miljoen views op Spotify, ruim 35.000 volgers. Per toeval belt uw verslaggever van RTV Connect deze zomer bij hem aan voor een spontane opname voor de zomerrubriek Gewoon op de Geitenkamp. Witte Tjabo, de gezelligste van de stad. Maar zo rooskleurig was het leven van de Witte Tjabo niet altijd. Ik kwam een schulden, ik kwam er niet meer uit. Ja, dat was niet makkelijk, dat was geen makkelijke tijd. Maar... Stevie Poppinghouse zat jarenlang in de gevangenis nadat hij verkeerde keuzes maakte. 2 jaar geleden werd hij hier opgevangen bij het leger des Heils, vlakbij het station. Zo. Dit is je oude ruimte, hier heb je ooit gewoond? Ja, hier heb ik ooit gewoond, ja. Ik had dan uitzicht over de stad. Eerlijk zijn. Zo, dat is geen vervelend uitzicht. Het is een prachtig uitzicht. Hier heb je 2 jaar lang op uitgekeken. Ja, in principe wel. In principe wel, bijna 2 jaar lang. Ja. Tjabo is wel een jongen die komt vanaf niks. Die komt vanaf niets. En, ja. Ja. Dus ik ben heel dankbaar met alles wat er op mijn pad komt en wat ik bereik. Ja. Uiteindelijk zijn we er naartoe gaan werken. En nu zijn we overal vanaf, van alle schulden. En, ja, heb ik een eigen basis, een eigen gezin. En, ja. Ja, en dan kom je met de kersttijd aan. En dan denk je toch, er was ook een tijd dat er een mindere tijd was rond de kersttijd. Hè? Ja. Ja. Ja, het is een mooie ruimte. Wat ik al zeg, als je niks hebt, ben je heel dankbaar en blij dat je hier mag verblijven. De huurschulden liepen op. En Tjabo was nog geen artiest, hè? Laten we wel begrijpen. Hij was nog geen artiest in die tijd. Ja, als de drank is in mijn ziel, ja, dan voel ik me niet alleen. Darnimmer scoorde miljoenen views op Spotify met zijn grootste hit, De Witte Tjabo. Ze noemen mij de Witte Tjabo. Hallo. Ja, daar zijn we weer. De gezelligste van de stad. Een gouden jaar dus voor De Witte Tjabo. Toch komen niet al zijn wensen uit. Het liefst had ik gewoon natuurlijk opgetreden, wat ik ook al eerder had aangegeven in mijn eigen stad Arnhem. En dan, tijdens de wedstrijd FC Utrecht tegen Vitesse, verschijnt hij notabene in een FC Utrecht shirt... op de middenstip van de Galgenwaard. Het maakt nogal wat los. Het is Utrecht tegen Vitesse. Het is geen Vitesse tegen Nijmegen. Want dan krijg je wel oorlog. Dat is te begrijpen. Ja, ja, ja. Want de kersttijd komt eraan. En dan wil je toch terug naar de plek waar het ook allemaal een beetje begon natuurlijk. Hier bij de opvang van het leger des Heils weten ze Stevie ook nog altijd goed te herinneren. Hij wilde heel graag gaan zingen. En ik dacht, nou ja, we zullen het zien. Hij was erg overtuigd van zichzelf daarover. Ja. En ik geloof ook, als je overtuigd bent van jezelf... en het misschien ook van jezelf al wel weet... dan gaat dat misschien ook wel heel goed lukken. Maar hij heeft daar heel hard aan gewerkt. Deed ik wel eens zingen? Ja, ik deed wel eens zingen. Ja? Ja hoor, ja, ja. Ik had hier ook muziek. Ja. Ik had hier een muziekdoos had ik hier staan. Ja, en ik had hier een karaokebox. En zeker deed ik zingen hier, ja. Ja, waar dacht je dan allemaal aan als je hier naar buiten keek? Ja, wat dacht je dan allemaal aan? Je ging dan aan het leven denken. Hè? Ja? Ja, natuurlijk. Je wilde ook weer gewoon weer verder, natuurlijk. Ja. Je wilde ook weer gewoon een normaal bestaan opbouwen. Ja. Ja, ik bleef geloven. Ik bleef zingen. Ik bleef geloven. Hoewel de carrière van de zanger in de lift zit... blijft er ook voor de Witte Tjabo nog wat te wensen over deze feestdagen. En een goede dag, lieve kijkers. Hierbij wensen wij allemaal... iedereen mooie feestdagen. En een gelukkige kerstdagen toe met familie, vrienden en gezin. Abakai!